Welkom bij Arnhem Report op Reces Met. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens dit programma spreek ik alle fracties van de Arnhemse gemeenteraad. Vandaag Nico Wiggers, fractievoorzitter van de Arnhemse Ouderenpartij. Hoe gaat hij de partij voortzetten nadat de politiek leider en oprichter van de partij, Tom van Beers, dit jaar kwam te overlijden? Goedemiddag, Nico Wiggers, fractievoorzitter van de Arnhemse Ouderenpartij. Tweede seizoen van Opreces Met. Vorig jaar was ik hier met uw oud-collega Tom van Beers. Misschien goed om daar even mee te beginnen. Die is helaas overleden dit jaar. Zeker voor uw partij natuurlijk een grote klap, maar ook een van de belangrijke gebeurtenissen die dit jaar geweest is natuurlijk. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, hij was al langere tijd ziek. Hij had steeds goede hoop dat hij weer beter zou worden. Mm-hmm. Hij heeft er alles aan gedaan om de ziekte die hij had onder controle te krijgen. Dat is hem uiteindelijk niet gelukt. Mm-hmm. En welke ziekte was dat? Hij heeft zijn darmen waren niet goed. Een darmkanker, mm-hmm. zoals dat heet. Ja. Heeft er alles aan gedaan om zijn leven te kunnen verlengen. Mm-hmm. En hij had ook nog het idee van, ik ga in februari trouwen en mm-hmm. deze zomer gaan we het feestje houden. Ja. Maar ja, zover is het niet gekomen, letterlijk een paar dagen na zijn trouwen is hij overleden. Ja. Ja, een paar dagen vooraf was hij inderdaad nog wel getrouwd. Een groot klap geweest natuurlijk dit jaar. Wat heeft dat ook voor uw partij betekend? Ja, kijk, verlies van Tom. Tom heeft de Arnhemse Ouderenpartij opgericht. En de Arnhemse Ouderenpartij was Tom. Ja. En ik heb een tijdje als fractievolger meegedaan. Ja. In zijn, letterlijk en figuurlijk, in zijn kielzog. Mm-hmm. Mm-hmm. Sommigen dachten van, dat wordt vuurwerk tussen die twee. Maar dat is absoluut niet het geval. Het heeft maar korte tijd eigenlijk geduurd. Eigenlijk mm-hmm. Hebben we een samenwerking gehad van, ik denk, ongeveer 15 maanden. Mm-hmm. Waarvan een deel daarvan hij op ziekteverlof was. Mm-hmm. Hij nog wel in het begin even achter de schermen nog probeerde wat zaken te regelen en inspiratie te geven. Mm-hmm. Uiteindelijk is het gestopt. Ja. Ja, heeft u nog dingen mee kunnen geven? Naar uw fractievoorzitterschap toen nu, zeg maar, die hij belangrijk vond? Kijk, we hebben de verkiezingen voor 2018 natuurlijk samen intensief voorbereid. Ja. We zijn er al in het voorjaar van 2017 mee begonnen. Mm-hmm. Aanvankelijk had ik het idee dat wij met 50-plussen de gemeenteraad zouden komen. Mm-hmm. En dat Tom daar de lijsttrekker van zou worden. Ik op nummer 2. Maar uiteindelijk 50-plus, die had geen trek om in Arnhem een lijst in te dienen. En toen heb ik uiteindelijk leden van 50-plus benaderd met de vraag van, willen jullie op de lijst komen? Ja. Bijna iedereen die ik heb benaderd, die zei, dat lijkt me erg leuk. Mm-hmm. Dus dat hebben we gedaan. Dus we kregen met de verkiezingen van 2018... iets van 15 mensen op de lijst, waarvan twee oud-gedienden en de rest allemaal nieuwe mensen vanuit 50-plus. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. En zodoende, toen werd het één zetel, Tom kwam erin. En uiteindelijk in de loop van dit jaar heeft hij nu uiteindelijk zijn plek over moeten nemen. U bent natuurlijk niet nieuw in de Arnhemse politiek. Kunt u daar misschien iets over toelichten? Want u loopt al wel wat jaartjes mee, toch? Ja, kijk, en sommigen weten dat niet, maar ik ben eigenlijk al vanaf 1972, mm-hmm. heel lang geleden, ben ik al actief in de Arnhemse politiek. Ik ben eerst bij de JOVD begonnen, mm-hmm. de onafhankelijke liberalen. Ja, jongeren van de VVD. Onafhankelijk, zegt u. Dat zeggen ze wel eens, hè. Ja. Ze zijn onafhankelijk, maar het zijn gewoon jonge VVD'ers. Ja. Uiteindelijk, toen ik 18 werd, ben ik lid geworden van de VVD. Mm-hmm. Ik ben bestuurslid geweest van de VVD-afdeling mm-hmm. Arnhem. Mm-hmm. Ik deed vorming en scholing, zat in mijn portefeuille. Daarna werd ik penningmeester. Mm-hmm. Dat was dan een periode dat een partij als VVD nog 1100 leden hadden.
In Arnhem? In Arnhem. Ja. Veel meer dan nu inderdaad. Aanzienlijk meer. Ja. Ik ben begin jaren 90 heb ik me teruggetrokken toen het gedoe rondom het Gelderdoom kwam. Mm-hmm. Toen heette dat het Eurodroom. Mm-hmm. Lang verhaal kort te maken, ik vond dat nogal een kleffe beweging rondom de VVD en de standpunten rondom het Eurodroom. Mm-hmm. Het latere Gelderdoom dus. Mm-hmm. Toen heb ik me teruggetrokken. Ik was wel in die periode, de laatste jaren, was ik ook commissielid voor de VVD. Mm-hmm. Vond ik altijd heel erg leuk om te doen. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik op 5 december 1997 met Sjoerd Veenstra, een collega van mij, want ik werkte toen bij de provincie Gelderland, mm-hmm. heb ik Zuid-Centraal opgericht. Mm-hmm. En al vrij snel daarna was het raak, want wij hadden het geluk dat in maart 1998 de gemeenteraadsverkiezingen waren. Mm-hmm. En de maandag voorafgaande aan de gemeenteraad kwam RTL Nieuws met het half acht nieuws. En daar had ik de eer om te kunnen vertellen waarom mensen niet op een politicus moeten stemmen, mm-hmm. maar op een burger. Yeah, nou, yeah. Dat werd dus breed in Arnhem gedaan. Mm-hmm. En we hadden dus met 3 maanden campagne en €0 budget, mm-hmm. hadden wij wel 3 raadzetels binnengehaald. Ja. En ja, dat was een succes. En ja. dat succes ging dus verder mm-hmm. met 2002 mm-hmm. Rondom Pim Fortuyn. Nou, daar een heel gedoe. We hadden Leefbaar Arnhem mm-hmm. met uiteindelijk 4 zetels. We hadden mm-hmm. de afsplitsing van de Partij van de Arbeid, de Stadspartij, nog mm-hmm. met 1 zetel. Dat mm-hmm. was ook een lokale partij, zaten we al op 5. Mm-hmm. En Zuid-Centraal kwam met 5 raadzetels op te proppen. Yeah, yeah. Dus toen hadden we 10 lokale mm-hmm. en wij zijn uiteindelijk hebben we mogen aansluiten bij het college. Mm-hmm. We hebben als voorwaarde gesteld de opening van Loket Zuid. Mm-hmm. Ja, dat was voor sommigen nogal een hard gelach, want mm-hmm. ze hadden zich daar altijd tegen verzet. Mm-hmm. Maar we hebben gezegd, nou, we willen wat samen... Wat was dat, Loket Zuid? Loket Zuid, dat is nog steeds een balie van de gemeente, mm-hmm. waar je voor je paspoort, voor je rijbewijs terecht kan. Ja. En ja, dat is een groot succes gebleken. Het is belangrijk dat het ook in Arnhem-Zuid zit. Ja, ja, want in Arnhem-Zuid, daar hadden wij in die jaren wel aan zeggen dat je extra moest betalen om met de bus van bijvoorbeeld stadhuis naar mm-hmm. Zuid te reizen, kost het veel meer mm-hmm. dan dat je met de bus van stadhuis naar Schaarsbergen ging. Mm-hmm. Nou ja, u heeft inderdaad uitgebreid omschreven, maar heel wat jaarservaring in die zin in de Arnhemse politiek. Ja, we zitten met ook in de Arnhemse politiek weer in de situatie van een bestuurlijke crisis in ieder geval. Het gaat weer niet helemaal vlekloos wat dat betreft, om het zo maar te zeggen. Als u allereerst dat zo eens even terugkijkt, maar ik zeg al, u zit daar wat jaartjes in inmiddels. Is dat nou iets typisch Arnhems waar we nu voor staan? Is dit gedrag, deze verhoudingen, deze manier van met elkaar omgaan, zeg maar, is dat iets wat u terug ziet komen in de loop der jaren? Of is dit echt een unieke situatie waar we in zitten? Ja, of het uniek is, dat kan ik niet zeggen. Het is een Arnhemse situatie. Ik ben echt de Arnhemmer, dus ik zie alles door de scope van de Arnhemse burger. Ja. En ik vind het wel diep triest dat überhaupt de overheid vaak denkt, mensen bij de overheid vaak denken, de burgers zijn er voor ons. In plaats dat de overheid denkt, wij zijn er voor de burgers. Ja, ja. En dan betrap ik vooral veel ambtenaren erop die eigen koninkrijkjes maken, hun professionaliteit eigenlijk soms misbruiken. Om hun eigen baan belangrijk te laten zijn. Ja. Die een bestuurder, een wethouder of een burgemeester niet juist informeren of onvoldoende informeren. Ja. Zodat die burgemeester of de wethouder eigenlijk een zeepert haalt. Ja. Als die met een wat slimme raadslid in gesprek is. Maar waar ik eigenlijk op doel is ook zeg maar de bestuurscultuur onderling. Hè? Dus daar wordt de afgelopen jaren veel over gesproken. Anderhalf jaar geleden was het rapport Frisse. Ik wil het straks even over hebben. U zei al, ik ken het rapport eigenlijk niet. Hè? Maar zou het even toelichten misschien.
Maar ook nu de afgelopen weken natuurlijk, hè, nu de coalitiebreuk er is. En ja, worden toch onderling best wel weer veel dingen geroepen. Hè. Mensen zouden elkaar schofferen, bezig zijn met het presteren van processen. Het is een wespennest, worden personen ingehakt, worden geroepen. Mensen willen niet samenwerken. Dat zijn allemaal dingen, quotes van collega's van u, die allemaal op te tekenen zijn in de media. Ja, die toch een beeld schetsen van ja, de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt. Dat laat wat te wensen over, zeg maar. Ja, hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat als je persoonlijk kijkt, dan kunnen we allemaal best wel redelijk goed met elkaar overweg. Ik denk dat daar heel veel respect, begrip en vriendelijkheid is als het gaat om bij de borrel. Mm-hmm. Maar daar waar het gaat om het staan voor de zaak, mm-hmm. dat nog wel eens beter kan. Mm-hmm. En wat ik gewoon constateer, dat is nu ook weer, dat als een wethouder een verhaal ophangt wat van geen kant deugt, mm-hmm. De wethouder door zijn eigen partij of door zijn coalitiegenoten wordt gespaard. Ja, dat vindt u? Ja, ja, okay. Ja. Als een wethouder bijvoorbeeld vertelt van ja, ik weet niet hoeveel mensen in armoede in Arnhem leven. Mm-hmm. En ik zeg daar wat van, dat ik dat heel raar vind. Mm-hmm. Dan hoor ik niet een bijval van anderen. Maar kijk, als, en dan noem ik toch even man en paard, ja. Dat als een wethouder Paping de eerste twee vragen niet kan beantwoorden en hij zit er omheen te zwammen, mm-hmm. wat mm-hmm. goed gebeurt. Mm-hmm. Dat heb ik ook tegen de informateurs gezegd. Mm-hmm. En vanuit D66 wordt gezegd, en we gaan de volgende vier vragen gaan we stellen. En dat ligt er ook aan hoe je die vragen natuurlijk stelt. Maar dan gaat het met veel, bijna verbale agressie gaat dat. Ja, ja. Okay. Dan denk ik, nou, dat kan wel wat minder. Ja. Maar het feit dat die vragen worden gesteld, dat is gewoon hartstikke goed. Ja. Want die wethouder zit daar wel voor vele duizenden euro's per maand aan belastinggeld te verteren. Ja. En die moet gewoon presteren. Ja, ja. En ik vind het gewoon niet kunnen dat de wethouder gewoon maar iets op de mouw zit te spelden wat niet juist is. Ja. Ik noem even niet alleen de wethouder, bijvoorbeeld de burgemeester. Mm-hmm. Aardig man, absoluut. Maar als hij vertelt dat voor een evenementenvergunning kan je ook wel na afloop van het evenement verlenen, mm-hmm. is dat lariekoek. Mm-hmm. Ik heb daar ook nu raadsvragen over gesteld. Ja, ja. Welke adviseurs hij heeft. En wat hij doet aan de kwaliteitsverbetering. Ja, dus je zegt eigenlijk, daar mist dossierkennis. Nou, ik schaam me gewoon voor zo'n burgemeester die gewoon niet weet hoe de juridische vork in de steel zit. Mm-hmm. Als er bijvoorbeeld een gedragscode staat, u reist niet op kosten van derden. Mm-hmm. En hij zegt gewoon van ja, dat is onduidelijk. Dan denk ik, moet ik dat dan in het Arabische neerzetten voor hem? Ja, om maar iets heel onvriendelijks te zeggen. Ja, dat ging over de gemeentesecretaris die inderdaad naar Saudi-Arabië is gereisd, de kosten van de organisatie. Hè? Ja. Ja. Daar was wat ophef over ontstaan. Dus u noemt eigenlijk zeg van, u noemt ook D66. Dat gaat ook in die bestuurscrisis erover dat met name GroenLinks en D66 niet goed met elkaar zouden kunnen. En dat inderdaad juist over dat dualisme gaat, wat D66 dan aan de dag legde richting het college door die vragen te stellen. Wat ze eigenlijk nu een beetje verweten wordt, dat is te stevig zou zijn. Maar u zegt eigenlijk van, ik vind dat eigenlijk heel goed dat ze dat doen, dat ze dat aan de orde stellen. Nou ja, ik vind het eigenlijk heel triest dat dat moet gebeuren. Mm-hmm. Ik verwacht zeker van een college al een jaar met de hand aan de spade, dat ze gewoon alles kunnen doorgronden. Mm-hmm. En daar waar ze het niet weten, gewoon eerlijk zeggen, sorry, dat weten we niet. Ja, daar kom ik op terug. Ja. In plaats dat er maar een verhaaltje wordt opgehangen, zo van, nou, als we het vol praten, dan is het wel oké. Okay. Ja. Hetzelfde is bijvoorbeeld als een Gerry Elfrink van de SP vraagt van, ik wil de wethouder Financiën bij hebben. Mm-hmm. En de wethouder Financiën die gaat gewoon op zijn kamer kijken wat er in de raadzaal gebeurt. Ja. Dan denk ik, wethouder Paping, u hebt geen politieke neus blijkbaar. Mm-hmm. Ik moet dan gewoon zeggen, als de SP mij erbij wil hebben, ben ik er gewoon bij. Klaar. Ja. Ik zei even, zo anderhalf jaar geleden, dus dat nog net aan het einde van de vorige raadsperiode, toen was u dan op dat moment geen raadslid, maar wel commissielid, denk ik. Ja, correct. Kwam dat rapport Frissen inderdaad, de gemeenteraad wilde dat graag wat uitgebreid gaat over de Arnhemse bestuurscultuur. Ja, u gaf aan, ik heb het eigenlijk niet gelezen. Waarom niet?
Nou, ik heb het niet gelezen omdat ik vanuit de media voldoende erover heb gehoord wat erin staat. En het eerlijk gezegd me ook niet zo erg geïnteresseerd wat erin staat. Okay. Want daar staat geschiedenis in. Mm-hmm. En ik ben niet geïnteresseerd in geschiedenis. Mm-hmm. Ik ben geïnteresseerd in de dag van vandaag en de dag van morgen. Mm-hmm. Vandaag zijn er heel veel mensen die in armoede leven. Ja. En morgen zijn er nog meer mensen die in armoede leven. En dat zijn politiek inhoudelijke dingen. Maar dit gaat over hoe de politiek met elkaar omgaat. Wat ook niet onbelangrijk is, denk ik. Nee, maar ik wil het liever hebben over de inhoud dan over de omgangsvormen. Mm-hmm. Ik vind dat als je een goede inhoud volgt, dan komen de omgangsvormen komen er wel bij. Okay. Maar ik denk dat als je maar heel hobbyistisch bezig bent, of hobbymatig bezig bent, dat het risico wel heel erg aanwezig is dat je de belangen waar het om gaat gewoon veronachtzaamt. Maar vindt u dat het grootste probleem dan met in de Arnhemse politiek? Dat de inhoud onvoldoende is, meer dan de omgangsvormen? Ja, absoluut. Kijk, ik neem een ander voorbeeld. Ja. De SP vraagt nu terecht. Hoe zit het met de vervuilde grond aan de Petaniestraat, bij een woonwagenkamp? Ja. Dan en de school die ernaast zit, de school woonwagenkamp, die hebben vervuilde grond inderdaad. Ja, ja, ja. Terecht zijn die vragen, maar eigenlijk ook een beetje gênant. Ja. Want degene die die vraag stelt, was in de vorige periode daar verantwoordelijk voor. Oké, okay. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel vaak zo als je het bestuurd hebt, dat je een periode daarna... Nee, dan zou het chiquer zijn, in dit geval om enige terughoudendheid erbij betrachten. En zeker ook voor de vorm aan een andere partij te vragen, zou je die vragen willen stellen. Want wat nu wordt gedaan, dat is de publiciteit gezorgd van wauw, het erg dat die mensen op vervuilde grond leven. Overigens, de Arnhemse Oudere Partij vindt dat ook erg. Ja. Daar moet ook snel worden gesaneerd en niet alleen onderzocht. Het speelt niet vandaag, gisteren speelt al sinds 86 volgens precies, mij. Precies, maar dan is het raar dat je in je eigen bestuursperiode je mond erover houdt. Je doet er niks mee en dan heb je die verantwoordelijkheid niet meer en dan ga je opeens gillen. Ja. Dat is raar. Ja. Dat is raar. Nee, dat argument wordt vaker genoemd natuurlijk in de gemeente. Maar ik zeg, hoe ziet u dat dan na bestuursperiode? Dat betekent natuurlijk eigenlijk als een partij een poosje bestuurd heeft. En SP heeft dat nu gedaan, PvdA heeft heel lang bestuurd in Arnhem. Ja. Dat je dan daarna eigenlijk moeilijk onderwerpen aan kunt snijden. Omdat het ook uit jouw bestuursperiode komt. Nee, je kan absoluut onderwerpen aansnijden. Behalve, je moet dat wel met de nodige subtiliteit doen. En niet daar de media zoeken door raadsvragen te stellen, door er een heel circus van te maken. Minder op de voorgrond. En dat is bij de SP wel heel erg bijzonder aanwezig. Ja. En ja. Ik kan me goed voorstellen dat je een gewijzigd inzicht hebt in bepaalde thema's. En dat je dan ook zegt van wauw, dat moet anders. Ja. Ja. Maar dan zou ik misschien, als ik in die positie zou zijn geweest, zeggen van helaas is mij dat in de vorige periode niet gelukt. Maar ik vind dat dit nu echt moet worden aangepakt. Ja. Dan geef je eigen verantwoordelijkheid, kader jou meteen in. In plaats dat je net doet alsof je verbaasd bent over die situatie. Dat je nooit van hebt gehoord. En dat je het een grof schandaal vindt. Ja. Ja, en dat zie je zowel bij, in dit geval zie je dat bij de SP gaat het over de Petaniestraat. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld over het onderwerp woningbouw. Ja. Er moet gewoon in Arnhem ontzettend veel gebouwd worden. Nou, als je de vorige periode verantwoordelijk was voor de woningbouw, pak dan een klein stapje terug, doe dat met enige subtiliteit, zet het dan in en doe niet alsof je verbaasd bent dat. Helder. Nog even naar die bestuurscrisis, om dat nog even af te ronden. Uiteindelijk nu zijn er twee mannen, twee informateurs zijn aan het werk geweest. Heeft iedereen gesproken, u bent er ook geweest. En het tussenstandje is dat ze eigenlijk zeggen van, ja, we zien nog even geen oplossing. Hoe kijkt u ernaar? De situatie blijkt toch wel zo complex en verhoudingen zo verstoord dat kennelijk in ieder geval volgens deze twee heren niet een makkelijke oplossing voorhanden is. Nee, maar ik heb daar eigenlijk twee punten over. Punt 1 is in tijd en procedure. Ik vind het eigenlijk best wel bijzonder dat er twee informateurs, twee verkenners zijn aangesteld die op vakantie gaan. Ik vind dat echt heel erg raar. Kan ik niet anders zeggen. Want als je wordt gevraagd om een probleem op te lossen, ga je op vakantie, maar dan ga je het probleem oplossen. Dat is één. Twee,
Ik vind het op zich prima dat er een rondje wordt gemaakt om te kijken van hoe kunnen we nou het beste verder gaan. En daar heb ik wel vertrouwen in. Kijk, ik vind niet dat GroenLinks nu buiten spel moet blijven. GroenLinks is de grootste partij. Ik vind dat we nu van een coalitieakkoord naar een raadsakkoord moeten. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat de huidige wethouders die, nou ik hoop, ook deze vakantie hebben gestudeerd om beter de dossiers te kennen. Ja, die wil u toch laten zitten, hè? Ik zeg dat maar met een knipoog. Nee, maar dat las u, dat u dat zegt. Ja, deze wethouders moeten wel blijven zitten. Laat die vooral zitten, want anders gaat het de armste gemeenschap nog veel meer geld kosten. Ja, ja. Nee, maar u heeft best wel wat kritiek ook op de wethouders natuurlijk. Goed, maar toch liever deze dan als je kritiek hebt, dan kan je twee dingen doen. Ja. Of je vertrekt, nou, dat doen ze zelf niet. Nee. Of ze moeten beter hun best doen. Ja. Nou, en ze zijn natuurlijk allemaal zo intelligent dat ze dat absoluut kunnen. Daar heeft u al vertrouwen in. Daar heb ik vertrouwen in. Maar dat betekent ook dat die betreffende, dat die wethouders, maar dat geldt ook voor de burgemeester, moeten zich laten adviseren door betere mensen. Want ze kunnen het natuurlijk niet allemaal alleen. Ja. Ze hebben adviseurs. Maar misschien even terug naar het raadsprogramma. Dat is inderdaad wel interessant, want dat was uw advies aan de, informateurs. Hè? Hoe zou dat er dan uit moeten zien? Nou, het raadsprogramma is eigenlijk heel simpel. Dat is het collegeakkoord. En daar wordt aan de oppositiepartijen, ik vind het een verschrikkelijk woord, oppositiepartijen, maar er worden de niet in het college vertegenwoordigende fracties gevraagd, wat zouden jullie graag willen inbrengen? Mm-hmm. Nou, en dan zegt de armste oudere partij, nou, gelet op de problematiek die we in Arnhem hebben, van armoede, eenzaamheid, soms moeilijk bereikbaar zijn van ambtenaren, willen we een ombudsman hebben? Mm-hmm. Nou, en dat is ook precies iets waar Tom van Beersik in de vorige periode druk over heeft gemaakt. Even dingen die hij vorig jaar ook benoemde, die hij erg graag wilde. Ja. Ja. Ombudsman is prima. Die kan dwars door alles heen en kan ook onafhankelijk adviseren. Mm-hmm. En ja, daar zou ik heel erg blij van worden. Mm-hmm. En ik denk dat alle partijen in de raad daar blij van zouden kunnen worden. Ja, dus dat zou iets zijn wat u dan in zo'n raadsprogramma inbrengt. Maar hoe werkt dat, zeg maar, zo'n raadsprogramma? Een raadsprogramma, dat is eigenlijk een soort van bijlage doe je erbij met de punten die er nog niet in staan. Mm-hmm. Daar hang je prijskaart aan en dat ga je in principe ook uitvoeren. Mm-hmm. Zo simpel is het. En dat is een soort akkoord van de hele gemeenteraad? Akkoord van de hele gemeenteraad, waarbij het zo is dat, stel dat de Partij van de Arbeid zegt, nou, zo'n ombudsman vinden we helemaal niks. Mm-hmm. Dan stemmen zij, als het punt aan de orde komt, in de gemeenteraad tegen. Ja. Ja. En als GroenLinks zegt, wij vinden bouwen in Meijnerswijk niks, dan stemmen ze gewoon daar tegen. Ja. We hebben in Arnhem, maar niet alleen in Arnhem, een behoorlijk tekort op de zorg. Wat is volgens u daar de achtergrond van en hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Ja. Wie is de schuld? Nou ja, dat is vraag 1. Nou ja, hoe is het ontstaan? Dat zou je moeten weten. Dat zeker. Daar heb ik ook een kijk op. Ja. En dat zijn namelijk de professionals. Mm-hmm. Er zijn twee schuldigen. Ten eerste is het de Rijksoverheid die het heeft geprivatiseerd. Mm-hmm. Die heeft er een verdienmodel van gemaakt. Mm-hmm. En twee, voor wat betreft de catastrofe die we in Arnhem hebben, maar veel, veel meer gemeenten is, de gemiste professionaliteit van ambtenaren. Mm-hmm. Als een ambtenaar niet zorgt dat het in controle is, dan is het een rommeltje. Ja, oké. En dat is in Arnhem het geval. De professionaliteit van de ambtenaar? Daar zit dan ook de oplossing volgens u, om daar iets aan te doen? Nou, dat lijkt me evident. Ja, wat zou er moeten gebeuren? Nou, ik geef een voorbeeld. Mm-hmm. Een rechter zegt van, mevrouw, meneer, ik vind dat u een cursus ouderschap moet volgen. Mm-hmm. Nou, en die cursus ouderschap die wordt door Plurijn bijvoorbeeld aangeboden. Mm-hmm. En voor bedrag X. Mm-hmm. Nou, dan wat er nu gebeurt is, er wordt direct naar Plurijn gegaan, de cursus wordt gegeven en er wordt pas over enige tijd afgerekend. Mm-hmm. Of we weten niet precies wat de cursus kost. Mm-hmm. Over enige tijd wordt er afgerekend. Het gebeurt dat pas jaren later afgerekend wordt.
Dus is er weinig controle op? Wie controleert of de zorgverlener datgene heeft verleend wat er verleend zou hebben moeten worden? Mm-hmm. En wat ik ook meermalen in de gemeenteraad heb gezegd, de wachtlijsten die we hebben. Mm-hmm. De grotere instellingen die creëren wachtlijsten, zeg werkvoorraad voor zichzelf. Mm-hmm. En de kleinere professionals, mm-hmm. die hebben geen wachtlijsten, zijn net zo professioneel, mm-hmm. die hebben leegloop. Nou, dat betekent dat je de zaak niet in controle hebt. Mm-hmm. Dat zou beter verdeeld kunnen worden. Dat moet veel beter verdeeld worden. Mm-hmm. Er moeten ook geen wachtlijsten komen. Die zijn ook helemaal niet nodig in mijn visie. Als je de zaak goed in controle hebt. Want een wachtlijst betekent dat er ook een grotere en een belangrijkere interventie nodig is voor iemand die in de psychische in de problemen zit. Dan kan je zeggen, ja, na een half jaar zijn die psychische problemen misschien wel verminderd. Nou, dat is eigenlijk niet het geval. Die zijn wel erger geworden. Dus daar moet je ook meer op investeren. Dus daar moet je op komen. En wat natuurlijk in het Arnhemse wel bijzonder is, dat iedereen die zich aanmeldt, die kunnen eigenlijk zonder meer leverancier worden. Ik geef een voorbeeld. Als je beschermingsbewindvoerder wil worden, ik ben ook beschermingsbewindvoerder, dan moet je je bij de rechtbank inschrijven. Mm-hmm. Je moet een ondernemersplan hebben. Je moet een aantal controle, een aantal toetsen moet je doorstaan. Mm-hmm. En dan word je beschermingsbewindvoerder. Mm-hmm. En dan mag je dus klanten krijgen, doorgeleidingen krijgen vanuit de rechtbank. Dat systeem zou je eigenlijk ook voor het zorgdomein moeten hebben breed. Want dan krijg je die kooiboys. Die kooiboys kan je buiten houden. Ja. Want wat er nu gebeurt, er is een kooiboy die denkt, mooi verdienmodel. Mm-hmm. Ik ga een pand kopen, wat we nu ook hebben gezien aan de Vondellaan. Ja. En daar plemp ik gewoon 20 mensen die begeleid wonen nodig hebben. Nou, en dat is 20.000 euro al op maandbasis die ik van de gemeente krijg. Ja. Eigenlijk zegt u van die zorgtekorten zouden niet nodig zijn als je maar betere controle hebt over wie verleent die zorg, hoe wordt die verleend. Betalen we wel terecht, daar scherper op zitten. Ja. Dan zouden we die kosten binnen budget kunnen houden. Misschien. Nou ja, dat is één kant van de zaak. De andere kant waar de gemeente dan niet over gaat, en dat is over jeugdzorg. Mm-hmm. Bij jeugdzorg werkt men ook heel erg graag aan eigen verdienmodellen. Mm-hmm. En eigen verdiensten. Ja. En niet de individuele medewerkers, maar wel het systeem. Ja. Door bijvoorbeeld een kind die onder toezicht is geplaatst. Mm-hmm. Eigenlijk snel aan de rechter te vragen om die onder toezichtstelling te verlengen. Mm-hmm. Want dat betekent gewoon een paar honderd euro budget weer voor de instelling. Ja. Ja. En ook al is er helemaal, helemaal geen reden om dat te verlengen, wordt het toch gedaan omdat die financiën zitten eraan gekoppeld. Ja. Dus ook daar zou je een knip moeten maken. Mm-hmm. En dan zeg ik meteen ook naar de actualiteit van vandaag. Mm-hmm. Nu hoor je van er zijn te weinig gezinsvoogden. Mm-hmm. Nou, ik denk dat je ook minder gezinsvoogden nodig hebt als je daar strakker op stuurt. Mm-hmm. En niet het helemaal geprivatiseerd overlaat aan degene die het een mooi verdienmodel vinden. Ja, hoor, kun je inderdaad ook een beetje zo regel door zo zeggen van de overheid zou dat ook eigenlijk beter zelf weer kunnen organiseren? In plaats overheid moet dat zelf organiseren. Ja, absoluut. In plaats van het aan de markt over te laten. Dat is net als gezondheidszorg, dat is net als openbaar vervoer, dat is net als nutsvoorzieningen, dat is net als de kabel. In grote delen van Arnhem hebben we helemaal geen vezelkabel. Mm-hmm. Mm-hmm. Omdat er een onverdiende verdienmodel is voor de aanbieders. Mm-hmm. Dus dan deze techniek wordt ons onthouden. Wat krijgen we dan wel? We krijgen straks dat G5-netwerk, waar ook hele grote vraagtekens bij te stellen zijn. Ja. Waarvan ik zeg van, nou, moeten we dat wel willen? Ja. Kunnen we niet gewoon bij het oude laten? Moeten we per se 5G als je de gezondheidsrisico's nog niet goed in kaart hebt? Ja. En honderden mensen op dit ogenblik maken zich in Arnhem zorgen. Die schrijven de politiek aan. En ja, de Arnhemse Oudere Partij die reageert daar wel op door nu raadsvragen te stellen. Die heb ik inderdaad gezien. Ik wil even terug naar een aantal onderwerpen die Ton vorig jaar had genoemd heeft. Hij zei van, nou, daar willen we graag aan werken. Om even met u te kijken van, nou, hoe is dat gegaan dit jaar? Even de dingen die u noemt, en u noemt het zelf ook al even voor, dat hij zei van eenzaamheid. Dat vind ik een belangrijk onderwerp. Ik hoor het u ook al zeggen. Hoe vindt u dat daar afgelopen jaar mee aan de slag is geweest? Volgens mij is het onderwerp nog steeds dat er een eenzaamheid mee wordt gewerkt.
Oftewel, volgens mij wordt er heel erg weinig aan gedaan. Mm-hmm. Niet zichtbaar aan gedaan. Mm-hmm. Maar het is ook een, moeilijk een vinger achter te krijgen. Mm-hmm. In hoeverre het nog speelt. Mm-hmm. Eenzaamheid, maar ook laaggeletterdheid is ook zo'n belangrijk thema. Mm-hmm. Die twee horen ook bij elkaar. Hè? Mensen die laaggeletterd zijn, die zullen zich sneller eenzaam voelen. Waarom? Ja, je kan minder je bij anderen manifesteren. Mm-hmm. Hè? Als je met iemand in gesprek bent en zegt van, heb je dit gelezen? Moet je altijd zeggen, ik heb mijn leesbril niet bij me. Ja, ja, nou, heb je mijn leesbril? Daar heb ik, nou, dat, kun je niet dat, over praten. Ja. Daar kan je niet over praten. Ja, ja. Dus ik vind dat de gemeentelijke overheid heeft hier wel een zorgtaak. Ja. En wat zou de gemeente kunnen doen? Ik heb in de raad voorgesteld dat er vanuit sociale wijkteams veel intensiever gezocht wordt, letterlijk gezocht wordt naar mensen die eenzaam zijn. Mm-hmm. Ik noem even, een aantal jaren geleden hebben we de actie Stofkamp gehad, waarbij we achter de voordeur letterlijk gingen kijken van, zijn hier mensen die eigenlijk in armoede leven en eigenlijk sociale hulp zouden moeten krijgen. Mm-hmm. Ik vind dat zo'nzelfde actie weer zou moeten komen, gericht op eenzaamheid, maar natuurlijk ook op armoede. Ja. Want er zijn ook heel veel mensen in armoede die zich schamen voor die armoede. Mm-hmm. En liever elke dag droog brood eten of kippensoep eten, dan dat ze zich melden van, ik kom niet rond. Ja. De biomassacentrale, die van het jaar opent in Arnhem. Ja, daar is de afgelopen tijd natuurlijk ook wat ophef over geweest. De vergunningen zijn verleend. Maar goed, met de inzicht van nu zijn er partijen die zeggen van, moeten we dat nog wel willen? Hoe staat u daarin? Nou ja, ook daar zien we weer dat de GroenLinks-wethouder in het college de mond dicht heeft gehouden toen de discussie was. Mm-hmm. En de wethouder van projecten van de VVD dit ging verdedigen. Goed het woord, ja. Mm-hmm. En die wethouder, ik mag hem graag, Jan van Dellen, maar die was natuurlijk wel aan het jokken. Ja? Natuurlijk was hij aan het jokken. Wat heeft hij gejokt? Als hij zegt van, luister eens, we kunnen niet tegenhouden. En in één keer verleden vergunning kan niet worden ingetrokken. Dan jokt hij natuurlijk eerste klas. Okay. Natuurlijk kan je het, maar dan hangt een prijskaartje aan. Mm-hmm. Dus zeg dan gewoon, luister, we kunnen het wel intrekken, maar dan hangt een prijskaartje aan. Ja. En wij gaan er niet in eerste instantie over, maar de provincie. Mm-hmm. Maar ik ga mijn best doen bij de provincie, of vanuit Arnhems Belang, die centrale niet opgestoken, gestart te krijgen. En zou het wenselijk zijn voor u om het inderdaad proberen alsnog tegen te houden? Of ze heeft u zoiets van, nou, gezien de situatie, laat maar doorgaan? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Kijk, we hebben, Duitsland heeft ook in Kalkar voor miljarden in centraal gebouwd. Dat ding is nooit open gegaan. Mm-hmm. Ja, soms heb je. Maar deze in Arnhem, u zegt van niet open wat mij betreft. Nee, natuurlijk niet. Mm-hmm. Zeker niet. Met welke, kijk, wat zijn de belangrijkste redenen daarvoor? De belangrijkste reden is dat er een alternatief is. Mm-hmm. En wij hoeven geen bomen te verbranden. Mm-hmm. En als er wordt gesproken van, ja, dat zijn alleen maar takjes. Mm-hmm. Dat is natuurlijk onzin. Dat is gewoon onzin. Want er zijn ook bomen die zijn vrij breed. Mm-hmm. Die worden gewoon ter plaatse vermalen. En dan heb je ook je product om de centrale te starten. Mm-hmm. Dus echt grote onzin. Mm-hmm. En als we het vanuit Arnhem kunnen tegenhouden, moeten we het zeker niet nalaten. Mm-hmm. En ik vind het ook het belang van de wethouder en van de gemeenteraad om het belang van de armste burgers centraal te stellen. Mm-hmm. En niet het belang van de multinational die daar vanuit Frankrijk hier heeft geïnvesteerd. Ja. Maar goed, gevolg kan wel zijn inderdaad. Ik zag zitten prijskaartje aan dat er mogelijk die multinational weer gecompenseerd moet gaan worden als je het nu in zou trekken. Ja, dus dat we daar toch geld aan kwijt zijn natuurlijk. Ja. Ja, dat heb je als je een dom besluit hebt genomen, niet overdag besluit hebt genomen, dan gaat het je geld kosten. Ja. Maar de vraag is, wil je dat geld investeren alsnog? Mm-hmm. Ja. Of die investering afschrijven? Mm-hmm. Terwijl je dan weet dat het minder gezondheidsschade veroorzaakt. Mm-hmm. Of zeg je van, luister eens, ter wille van de euro's. Mm-hmm. Als een paar mensen meer en sneller doodgaan, dan nemen we op de kop toe. Mm-hmm. Nou, ik zou nooit die verantwoordelijkheid willen nemen. Helder. Oké.
Even een ander onderwerp, wat nou ja, continu wel op verschillende manieren actueel is in Arnhem, of in heel Nederland misschien wel, maar zeker ook in Arnhem, het radicaliseringsvraagstuk. Nou ja, dit jaar is er een groep ook opgepakt in Arnhem bijvoorbeeld. Het is net gehad met een imam die salafistisch zou zijn en waar wat om te doen is geweest. Maar als u kijkt naar hoe er in Arnhem omgegaan wordt met radicalisering of het voorkomen daarvan, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, het is niet echt een item wat in de Arnhemse gemeenteraad natuurlijk uitgebreid aan orde komt. Daar gaan we in principe in Arnhem ook niet over. Ja, de burgemeester heeft wel zijn verantwoordelijkheid voor de radicaliseringsagenda natuurlijk, voor een deel. Ja, maar hij heeft weinig mogelijkheden. Ja, vindt u dat net te weinig, vindt u? Of? Hij heeft weinig mogelijkheden. Ja. Als je meer mogelijkheden hebt, moet je ook meer instrumenten hebben. Okay, yeah. Volgens mij heeft de burgemeester dat niet. De diensten, zoals het heet, yeah. Die doen hun werk. Yeah. Is prima. En ja, ik vind het eigenlijk een vraagstuk wat vooral nationaal heel erg speelt. Mm-hmm. Kijk, als je bijvoorbeeld hebt over het niqab-verbod, het boerka-verbod, zoals dat dan heet. Maar ook dat moet je weer op gemeentelijk niveau uitvoeren natuurlijk. De handhaving ligt bij de gemeente dan. Ja. Het is nationale wetgeving. Maar, ja. En dan zoals de burgemeester dat denk ik zou zeggen, ik zal de wetgeving uitvoeren omdat de wetgeving gewoon uitgevoerd moet worden. Ja. Maar je gaat als gemeente over waar je dan prioriteiten legt? Dat is de vraag of de burgemeester daarover gaat. Ik denk het niet. Om prioriteit te leggen niet in de handhaving? Nee. Ik denk dat hij dat altijd in samenwerking moet doen met de hoofdofficier van justitie. Mm-hmm. En met de politie. Mm-hmm. En als deze twee instanties zeggen we gaan rechtsaf, zal de burgemeester echt niet zeggen we gaan linksaf. Nee. Ander voorbeeldje waar natuurlijk de burgemeester zich in ieder geval wel nadrukkelijk ook mee bemoeid heeft, is die imam toen, hè, die inderdaad, vermeend salafistisch zou zijn. Dat is natuurlijk een rechtszaak geweest. Er moest uiteindelijk nog schadevergoeding en rectificatie geplaatst worden. Wat vond u daarvan, hoe dat proces verlopen is? Ja, ik ken daar de details niet van. Okay. Ik vind wel belangrijk dat een burgemeester zich kan uitspreken. En ik vind dat onze burgemeester dat ook prima heeft gedaan. Mm-hmm. Dat de rechter vervolgens een ander oordeel heeft gegeven. Mm-hmm. Daar zal de rechter zijn reden voor hebben. Ja. Maar van de andere kant zeg ik van... kijk, als je een publieke functie hebt... Mm-hmm. Mag je ook wel dingen publiek vinden. Mm-hmm. En dat dan een bestuur zegt van... nou, we nemen jou niet aan omdat... ja, dan zou ik zeggen van... dat is dan all in the game. Ja. Oké. Even een ander onderwerp ook nog. Volgens mij ook iets waar u anders nogal mee bezig bent geweest. Ik zag in ieder geval ook vragen langskomen van u over afvalbeleid... hè, in Arnhem die u onlangs heeft ingediend... het hele systeem van DIFTA, betalen per afvalzak, daar lijken we heen te gaan. Hè. In ieder geval volgend jaar moet dat dan zover zijn dat dat ingevoerd gaat worden. Hoe kijkt u daar tegenaan? Bizar. Oké. Dat is gewoon bizar. Want kijk, uit onderzoek blijkt dat mensen met een smalle beurs naar verhouding het meest vervuilen. Mm-hmm. Ze kopen de meest vervuilende producten. Producten die snel weer worden weggegooid. Mm-hmm. Nog los van heel veel verpakkingen. Ja. En voor die mensen hebben we straks een vrijstellingsbeleid. Mm-hmm. En terecht. Mm-hmm. Maar dat betekent dat anderen daar weer voor moeten betalen. Ja. En de Nederlander is gewoon heel simpel zo... dat als je ervoor moet betalen, wordt gekeken zijn er andere oplossingen. Ja. En die zijn er namelijk naast zetten. Zet het ernaast. Ja, ja. En wat dan het meest bizarre is... dat zijn ambtenaren die hebben geadviseerd... om een bepaalde grootte van de toevoer van de container... van dat laadstation doen. En komen dan uiteindelijk tot de conclusie... oh nee, het moet eigenlijk veel kleiner worden gemaakt. Mm-hmm. En daar gaan we, is nu begroot, 300.000 euro aan uitgeven. Mm-hmm. Dan geef je op een briefje, het wordt geen 300.000 euro, het wordt meer. Mm-hmm. Dat durf ik te stellen. Mm-hmm. Maar waarom?
Omdat de mensen anders niet met zo'n zware zak kunnen lopen. Grote onzin. Want als iemand een kleinere zak wil weggooien, dan doen ze in die grote bak een kleinere zak. Het is gewoon een kwestie van we gaan nou kleine zakken introduceren. Dan kunnen we daar een relatief klein bedrag, 1,60 euro, zo'n maar heel veel geld, kunnen we daar een heffing op leggen. Dus straks maken we daar geen 1,60 van, maar 2,50 euro. Dan maken we er 4,50 euro van. En dan de achter is nog maar 5 euro. Maar het is wel voor zo'n verdomd klein zakje wat je kwijt bent. Kijk, en als je dan vervolgens zegt van luister eens, dat betekent dat wij de afvalstoffenheffing afschaffen. Kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Maar die blijft gewoon. Ja, het basisdeel gaat dan omlaag, hè, dus... Ja, nee, afschaffen. Want de rest wat wordt opgehaald, wordt verkocht. Ja, en dan nog los daarvan, de verdere afvoer is natuurlijk ook te bizar voor woorden. Want denk je dan als Arnhemmer, mijn vuil gaat naar Duiven? Nee, mijn vuil gaat volgens mij via Drenthe naar Duitsland. Nou, ik heb tot slot dan nog enkele vragen ook van collega's voor u. Ik had er eentje al even tussendoor gehad van meneer Verheij. Matthijs Loor van D66, die wil eigenlijk van u weten, wat is voor u nu het belangrijkste dat u in maart 2021, dat zijn de nieuwe verkiezingen, bereikt zou willen hebben in Arnhem? Ja, ik zou willen hebben dat de wachttijd voor de woningbouw geen 7 jaar meer is voor een etagewoning en gemiddeld 12 jaar voor een eengezinswoning, maar dat die tijden tenminste gehalveerd zijn. Okay. Er moet veel meer gebouwd worden. Er moet ook voor kleinere huishoudens gebouwd worden. Want daar ontbreekt het in Arnhem aan. Dat is één. En het tweede punt is, ik vind überhaupt dat in principe ook mensen die lastig nu te huisvesten zijn, die op straat lopen, dat die gewoon huisvesting verdienen. Oké, dank u wel. Mevrouw Papen van de VVD, die wil weten wat... Uw fractie, nou, in principe qua raadsleden bent u dat zelf natuurlijk. Ik doe wel fractievolgers. Ja, gelukkig. Wat u eraan gaat doen om van de politiek de komende 3 jaar een positief beeld te zetten in Arnhem. Wat ik daaraan ga doen? Ja. Dat is een hele mooie vraag. Wat ik daaraan ga doen. Ik kan geen positief beeld geven als anderen... niet daar de voorwaarden voor creëren. Welke voorwaarden heb je daarvoor nodig? Eerlijkheid en gezamenlijk voor doelen staan. Als er wordt gezegd van de containers moeten we niet verkleinen. En het wordt toch doorgedramd dat de containers worden verkleind. Als we zeggen, nou, wij moeten meer woningen bouwen. Meer sociale woningen bouwen, sociale huurwoningen bouwen. En er wordt gezegd, nee, we moeten voor middeninkomens bouwen. He, middeninkomens tussen 7.500 euro en 1.100 euro. Te bizar voor woorden. Ja, dan krijg je geen positief beeld. Nee. Dus dat is wat u van anderen ook nodig heeft. Wat zou u zelf echt bij kunnen dragen daarin? En dan bent u altijd van anderen afhankelijk. Ik ben maar 1 van de 39, snap ik. Nou, wat ik heel graag wil, is dat mensen... weer het gevoel krijgen, de gemeente is er ook voor mij. En als ik ergens mee zit, dan kan ik de gemeente opbellen. En dan gaan ze er werk van maken. En ik krijg ook nog te horen hoe het is afgelopen. En dat zou je heel mooi kunnen doen met het instituut van de gemeentelijke ombudsman. Oké. Dus je zegt van dat zou bijdragen aan een positief beeld? Absoluut, zeker. Even een hele andere. Leo de Groot van de Partij voor de Dieren. Die vraagt eigenlijk aan u om, of ook aan andere partijen hoor, maar om eens te speculeren of u daar een beeld bij heeft van hoe zou het vervoer van de toekomst eruit zien. En dat is best wel over een tijdje, 50 jaar zegt hij. Dat is een poos natuurlijk. Heeft u daar een beeld bij hoe wij ons over 50 jaar hier zouden vervoeren? Over 50 jaar? Ja. Dan even kijken, dan... ben ik... Bent u 120 of zo? Ja, die is van 120 of zo. Ja. Kan u nog meemaken? Ja. Nou, daar gaan we even niet vanuit. Ja. Ik denk dat we dan toch meer collectief vervoer hebben.
En bussen of een trolley zonder chauffeur. Mm-hmm. Ik denk dat dat het zal zijn. Ja. En ik ben wel bang dat we dan toch nog meer eenzaamheid hebben. Mm. Omdat je voor de boodschappen niet meer de deur uit hoeft te gaan. Maar dat je alleen online bestelt. Sorry. Ja. Je koelkast bestelt het voor jou online. En dan worden vervoerd. En het wordt allemaal vervoerd. En ik vind dat dan niet, nou zeggen, een aantrekkelijk beeld. Nee. Nee. Maar ja, dat beeld zullen mijn ouders ook hebben gehad als ze zullen kijken naar de situatie nu. Nu is, ja. En de energiebronnen voor dat vervoer, heeft u daar een idee van? De zon. De zon, met name. De zon. Ja, daar gaan we naartoe. Ja. Okay. Ja. Sarah Dobber dan nog, van de SP. Nou, die wil eerst weten hoe uw vakantie was. Ja, voor mij was dat ook helemaal niet belicht. Dus misschien ook nog wel een aardige. Heeft u een goede vakantie op dit moment? Ik heb geen vakantie. Ik heb het heel druk. Nee, niet een politieke vakantie. Nee. Er zijn heel veel mensen die willen scheiden. Ja? Of die hebben een probleem en die moeten bij mij komen als mediator. Ja. En, dus ik heb het heel druk. Oké. Okay. Ik heb geen vakantie gehad. Ik heb nog geen vakantie. Ik ga in. Een beetje ontspannen her en der? Of, Nee. Ik ben baas over mezelf, dus ik kan. Geef mezelf geen vakantie. Ik kan mezelf vakantie geven. Als ik een dagje iets minder wil, dan doe ik wat minder. Ja. Ja. Dus dat is het voordeel. Ik ben geen loonslaaf, zoals dat mooi heet. Ja. En ik ga pas in oktober op vakantie. Oké, okay. Waar gaat er naartoe? Dat weet ik wel. We blijven er even. Nee? CO2-neutraal. Oké. Nee, dat is het niet. Nee. Maar ga ik niet vertellen. Ga het niet vertellen. Oké. Okay. Nou, geniet ervan in elk geval. Ja. Daarnaast, zullen we inderdaad een beetje op vakantie was, maar vooral ook eventjes naar aanleiding van de zorgtekorten. Stelt zij van, was het niet achteraf beter geweest om het sociaal noodfonds, wat er eerder was, en ook dit jaar nog deels, om dat in stand te houden, zodat we niet nu acute problemen zouden hebben gezien de zorgtekorten. Absoluut mee eens. Deelt u die mening? Ja, absoluut mee eens. Ja, okay. Zeker. Ja. Mm-hmm. En wat mij betreft moeten we gewoon een hele herijking op dat onderdeel hebben. Mm-hmm. Want die zorgtekorten hebben we niet nodig als wij proberen om het verdienmodel voor aanbieders minder aantrekkelijk te maken. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar het Sociaal Noodfonds zou daar wel een oplossing voor in zijn in de huidige situatie? Als tijdelijke voorziening zeker, ja. Tijdelijk zegt u. Ja, maar, zeker. Maar niet als structurele maatregelen. Nee. Is ook niet nodig volgens mij. Okay. Vorig jaar zijn we ook geëindigd, dit jaar doen we dat ook weer met elke uitzending, om even een cijfer te geven voor uw partij voor het afgelopen jaar. Vorig jaar deed Ton dat. Ik weet niet of er nog bij staat wat Ton gaf. Dat help ik u even hoor. Maar, nee, geen idee. Die gaf toen een 6+ aan uw partij. Dus enigszins bescheiden, denk ik ook nog. Uiteraard met ambitie om dit jaar beter te doen. Ook op de onderdelen die we besproken hebben. Als u nu op dit jaar terugkijkt, hoe zou u het dan beoordelen en waarom? In het verleden hebben we altijd bij de Gelderlander ook raadsrapporten gekregen. Hè? Mm-hmm. Met vlijt aan gedrag en dat soort zaken. Ja, dat mocht de journalist het zeggen, of niet? Ja, maar precies. Nu mag u het zelf zeggen. Ja. Dat is wel luxe, toch? Ja. Vlijt, dat kreeg ik vroeger op school, dat was goed. Ja. En gedrag was ook goed. Mm-hmm. Maar het probleem is, als ik mijzelf nu een cijfer geef, komt dat door de omgeving waarin ik mij bevind. Mm-hmm. En als ik nu zeg dat ik niet tevreden ben over de context waarin ik mij moet begeven, dan kan ik me ook moeilijk een cijfer geven. Ja, maar misschien kunnen ze zeggen, nou, ondanks de situatie waarin we zitten, vind ik dat met de invloed die we zouden kunnen hebben, nou ja, zo. Nou ja, op een aantal dossiers hebben we natuurlijk wel een doorslaggevende stem gehad. Yeah. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Mm-hmm. Ik wil me heel bewust nu geen cijfer of kwalificatie geven. Mm-hmm. Omdat het aan anderen is om te beoordelen hoe ik het doe. Okay. Maar was het voldoende dit jaar? Of wil u ook daar niet aan wagen? Zoals ooit eens een keer een oud collega van mij zei, het kan altijd beter.
Nou, dat zeker. Laten we dan daarnaar kijken. Wat gaat u het aankomend jaar aan doen om het nog weer beter te krijgen? Ik ga mensen dieper in de ogen kijken en vragen of ze inderdaad de waarheid spreken. Mm-hmm. En of ze overtuigd zijn van het juiste advies wat ze hebben gekregen. Okay. En dat is vooral voor wethouders en voor de burgemeester belangrijk. Die moeten gewoon sublieme, hele goede adviseurs hebben. Mm-hmm. Hebben ze die niet, dan slaan zij een modderfiguur, terwijl ik het hun niet gun dat ze dat slaan. Mm-hmm. En de Arnhemse burger, die vind ik, die hebben... Die heeft ook de beste wettelijke en de beste adviseurs nodig. Yeah.